In deze video kijken we naar beleggen met een veiligheidsmarge, oftewel de margin of safety, want net zoals met je persoonlijke financiën wil je ervoor zorgen dat bij de aankoop van een aandeel je een bepaalde buffer inbouwt om wat risico op te vangen, maar zeker ook om naderhand juist een hoger rendement per jaar te kunnen behalen. Wat die margin of safety precies is, hoe je hem kunt berekenen of kunt toepassen en waarom je dat juist zou moeten doen, dat bespreken we in deze video, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passief inkomen.nl, waar we vandaag dus gaan kijken naar de veiligheidsmarge, oftewel de margin of safety. Maar wat is nou zo'n margin of safety? Nou, letterlijk vertaal betekent dus, zoals gezegd, gewoon eigenlijk een veiligheidsmarge. Die je dus ook bij beleggen kunt toepassen. En als we gaan kijken naar het beleggen, als we kijken naar een aandeel bijvoorbeeld, dan is eigenlijk de margin of safety het verschil tussen de koers aan de ene kant en de intrinsieke waarde van een aandeel aan de andere kant. Nou, de koers is vaak heel erg makkelijk, want dat is gewoon de prijs die op dit moment voor een aandeel wordt betaald. Terwijl de intrinsieke waarde, dat is de waarde die het aandeel voor jou heeft op basis van jouw waardering, op jouw, jouw verwachtingen zeg maar, voor de toekomst. En nu kun je misschien denken dat de koers vaak heel dicht in de buurt ligt van een intrinsieke waarde. Want de koers is eigenlijk op basis van alle informatie die beschikbaar is voor alle beleggers. Dus op basis van al die informatie komt er waarschijnlijk op dit moment de beste prijs uit. Die ook het beste past bij het aandeel op dit moment. Dat is in een ja, grote hoeveelheid, zeg maar, dat klopt wel. Maar we moeten ook zeker rekening houden met iets wat moeilijk te meten is, wat bijna niet te meten is, maar wat wel heel belangrijk is, zeker ook bij beleggen, en dat is emotie. En laten we dan even gaan kijken naar een tekening die ik heb gemaakt om het een beetje duidelijk te krijgen. Dan is zeg maar de zwarte lijn die we hier zien, dat is de intrinsieke waarde. Dit is een, ja, een vereenvoudigde weergave, het zal natuurlijk nooit zo mooi oplopen, maar op de lange termijn zul je wel zien dat een aandelenkoers vaak stijgt, zeker als ja. Beetje het bedrijf de hele markt volgt, of het gewoon heel erg goed doet, dus dat zien we eigenlijk in de intrinsieke waarde, die gewoon langzaamaan stijgt. Maar de rode lijn, dat is juist de koers. Daar hebben we juist te maken met emotie. Dat op sommige momenten zijn beleggers bereid meer te betalen dan de uh, intrinsieke waarde van een aandeel, op andere momenten, juist uh, gaat het ja, is het emotie tegen, hebben we negatieve emotie en misschien wel angst. En dan hebben we juist te maken dat de koers van een aandeel juist zakt. Onder de intrinsieke waarde van een aandeel. En termen die je dan vaak ziet. Bijvoorbeeld, hier hebben we te maken met een hype. Het gaat heel erg goed. De verwachtingen zijn veel groter dan wat eigenlijk past bij het aandeel bijvoorbeeld. We hebben dan vaak ook wel te maken met een bubbel. Terwijl, juist als we met de koers onder de intrinsieke waarde komen. We heel veel angst in de markt hebben, dat is de emotie, en dat is vaak in tijden van een crisis bijvoorbeeld. En het zorgt er juist voor dat in die tijden van een crisis, dat dus uh, de angst op de markt is vaak, of in ieder geval rondom een bepaald aandeel, dat dan de koers stukken lager is dan de intrinsieke waarde. En dat verschil, dat is juist de margin of safety. Dat maakt het voor jou interessant, uh, extra interessant zelfs om het aandeel op dat soort momenten te kopen. Maar waarom wil je dan een margin of safety? Waarom wil je een veiligheidsmarge toepassen op je beleggingen? Als we gaan kijken naar de term uh, margin of safety, die is als eerste gebruikt door Benjamin Graham, een heel bekende, misschien wel de meest bekende waardebelegger. Ook Warren Buffett heeft heel veel geleerd van hem, van, van uh, Benjamin Graham. En, maar het wil niet per se zeggen dat trouwens uh, de margin of safety alleen toegepast kan worden op het waardebeleg, op waardeaandelen. Het kan ook zeker bij andere aandelen, eigenlijk bij alle aandelen, ook bij groeiaandelen. En misschien is het juist wel extra belangrijk, ook wel bij groeiaandelen, om het toe te passen. Want er zijn gewoon verschillende redenen waarom je hem zou willen toepassen. Nou ten eerste natuurlijk omdat je het gewoon eigenlijk het aandeel goedkoop zou willen kopen. Je bent je van bewust dat een intrinsieke waarde van een bepaald aandeel dat dat zeg maar is wat je eventueel zou willen betalen. Maar je bent je ook bewust van de emotie in de markt. En dat er soms momenten komen. Het kan zijn één keer in de paar jaar misschien wel. Of één keer in de tien jaar. Dat een bepaald aandeel onder de intrinsieke waarde... Uh, verhandeld wordt. En dat zijn juist momenten waarvan je wilt profiteren. Dat je eigenlijk van de emotie van andere beleggers kunt profiteren door het aandeel dus eigenlijk goedkoper op te pakken. Een tweede reden om het juist toe te passen, dat is vooral denk ik ook bij groeiaandelen het geval. Omdat je eigenlijk bij een waardering maken ervan uitgaat van bepaalde verwachtingen die jij hebt voor de toekomst. En het zal eigenlijk nooit zo zijn dat die precies zo uitkomen. Dat jij precies op dit moment een waardering maakt die over vijf of tien jaar precies klopt. Met hoe je het nu hebt opgeschreven. Er zal altijd iets van verschil in zitten. Omdat jij misschien te positief of te negatief bent geweest. Of dat het juist heel erg anders ging met het bedrijf. dan dat je had verwacht. Dus er is gewoon een verschil. En een kleine verschil uh, in die waardering. in die berekening kan zorgen voor grote verschillen in de waardering. En juist daarom is het ook zo belangrijk om een margin of safety toe te passen, dat je juist die onzekerheden die je hebt, je gaat nooit precies voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. En juist om die reden alleen al zou je al een margin of safety moeten gaan toepassen. Maar ook een derde belangrijke reden om het toe te passen, is dat je juist als je het gaat toepassen op de juiste momenten, je er ook voor kunt zorgen dat je juist meer rendement behaalt in dezelfde periode. Want laten we ook even gaan kijken met een tekening in dit voorbeeld. Stel, de koers van een aandeel is op dit moment zo 100 euro of 100 dollar. En volgens jouw berekening zou dat ook de intrinsieke waarde zijn. Dus op zich is dat een goede waardering op dit moment. Maar je wilt liever een uh, veiligheidsmarge toepassen van bijvoorbeeld 20 procent. Dus je wacht tot het moment dat het aandeel de 80 dollar of euro aantikt in dat geval. En dat is bijvoorbeeld hier. En dan zul je zien na verloop van tijd: het gaat goed met het aandeel. En na drie jaar kom je uit op um, 160 dollar of euro als koers van het aandeel. In beide gevallen heb je dan een mooi rendement behaald. Want in het eerste geval heb je dan van 100 naar 160 in die drie jaar tijd... toch een rendement kunnen halen van 60%. Maar had je gewacht, had we toevallig in dit voorbeeld dan op de bodem gekocht... bij 80 euro of 80 dollar, was het ook gestegen naar 160. Hadden we eigenlijk een verdubbeling van onze inleg kunnen zien... en een rendement van 100% in totaal. En zo zie je dus dat je in dezelfde periode, door juist af te wachten, door een margin of safety toe te passen, je een hoger rendement kunt behalen. Dat betekent ook trouwens dat dat niet altijd zal betekenen dat de koers wordt aangetikt die jij eigenlijk voor ogen had. Maar het is ook niet zo dat je ieder aandeel moet kopen of per se moet bezitten in een keer. Um, je moet vooral aandelen kopen omdat je denkt daar rendement mee te kunnen halen. Je kunt natuurlijk denken aandelen als Apple. Heel mooi bedrijf, het zijn hele mooie producten. Of Tesla, dat je denkt van Elon Musk is heel erg slim, is de rijkste persoon ter wereld. Of Teslas vind ik hele mooie auto's, maar dat moeten niet de redenen zijn waarom je aandelen koopt van die bedrijven. Je moet juist die aandelen kopen omdat je denkt dat je op de komende... Ja, bijvoorbeeld een mooi rendement daarmee kunt behalen met die belegging. En wil je nou beginnen met beleggen? Wil je je eerste aandelen kopen? Wil je je eerste ETF kopen eventueel? Kijk dan ook zeker naar de Giro, want dat is de broker die ik ook zelf gebruik voor mijn beleggingen. Een affiliate link naar de Giro voor meer informatie of om gratis een account te openen vind je onder de video. En op die manier help je ook het kanaal zonder dat het jou iets extra's kost. Dus dat wordt altijd gewaardeerd. En daarmee komen we aan bij het laatste onderdeel van deze video. En dat is gaan we kijken naar hoe je dan zo'n veiligheidsmarge kunt toepassen. Het is eigenlijk vrij eenvoudig, vrij simpel. En je kunt het op twee manieren doen. In de vorige video had ik het al over een aandeel waarderen. En eigenlijk op het moment dat je een aandeel waardeert kun je al meteen deze veiligheidsmarge inbouwen. Ik zal dan ook gebruik maken van de spreadsheet die ik de vorige week heb gemaakt. En wil je die video even bekijken om te zien. Wat de gedachte achter die spreadsheet is en hoe die werkt, maar ook om uh, aan te vragen, dan zal ik een link plaatsen onder deze video. Maar als we dan naar die spreadsheet gaan kijken, ziet dat er als volgt uit. En ik heb even het aandeel Apple als voorbeeld gepakt. Op dit moment een koers van 170 dollar, iets meer. Uh, hier staan eigenlijk mijn verwachtingen voor het aandeel voor de komende vijf jaar, maken we een berekening. En op basis van deze verwachtingen zou je bijvoorbeeld bij een waardering nu uitkomen, bij een multiples waardering op een prijs of een koers die we zouden willen betalen van 142 dollar of bij de discounted cashflow 170 dollar. Nou, eigenlijk zie je hier al meteen het verschil met de huidige koers. Dat zou jouw margin of safety al kunnen zijn. Alleen wil je dan een positieve margin of safety zien. Want dat betekent dat eigenlijk de koers op dit moment hoger staat dan de prijs die je zou willen betalen. Of nee, dat is nu het geval. Ik bedoel natuurlijk dat de koers um, lager moet zijn dan wat jij zou willen betalen. Dus op dit moment is dat niet het geval. Bij de multiples is de koers 16,6% te hoog. Een negatieve uh, margin of safety, dat willen we niet. Bij de discounted cash flow zien we wel een positief uh, percentage. Alleen dat is veel te klein, 0,25%. Want meestal uh, zullen beleggers... Denk ik uitgaan, ja, het hangt een beetje af van het bedrijf, van de sector... en van de belegger zelf natuurlijk. Maar veel gebruikte margins of safety zijn zo 20 tot 25 procent. Juist om ja, behoorlijk wat effect op de lange termijn ook op te vangen. Want zoals ik eerder ook al zei, een kleine, klein verschil in jouw verwachting... voor de toekomst kan grote effecten hebben um, in, in de waardering van een aandeel. Stel nou dat in plaats van de omzetgroei van 10 procent per jaar... dat die uiteindelijk 12 procent per jaar zal zijn en daardoor omdat ze meer omzet maken kan ook bijvoorbeeld het winstpercentage kan met een procent omhoog naar 26% dan zie je in één keer al heel andere cijfers hier ontstaan straks was dit nog volgens mij 142 nu al bijna 160 dat we zouden willen betalen en de discounted cashflow in diezelfde situatie is in één keer van net in de plus naar bijna 9% positief gegaan dus nog niet genoeg als margin of safety voor mij. Maar het geeft in ieder geval aan dat zo'n kleine verandering al grote effecten kan hebben in de waardering van een aandeel. En dat was eigenlijk de eerste. Manier om het te berekenen, misschien ook wel de meest makkelijke, maar het kan ook op een andere manier en dat heeft te maken met het gewenste rendement per jaar. Nou, standaard heb ik die hier staan op 7% bijvoorbeeld in dit voorbeeld, omdat 7% zeg maar, het rendement is wat je kunt behalen als je breed gespreid investeert op de lange termijn op de beurs. Maar je kunt natuurlijk dit percentage verhogen en daar eigenlijk al je margin of safety inbouwen. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zien dat um, je wilt omdat je een los aandeel kiest meer risico neemt en die margin of safety dus wil toepassen. Je niet 7% wil doen, maar 10% dat is eigenlijk 3% meer. 3% keer 5 jaar geeft ongeveer een margin of safety van 16%. Passen we dit dus aan naar 10, dan zul je al zien dat hier ook percentages aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld ook zeggen ik wil 5% per jaar extra voor 5 jaar. Ik verander het naar 12%. 5% per jaar voor 5 jaar zorgt ongeveer voor een margin of safety. Van 27,5%. Als we dat toepassen, zien we hier al juist wel de 25% die we zouden willen zien. Maar dit is negatief, en we willen juist een positief verschil zien. En dat zijn eigenlijk twee verschillende manieren om een margin of safety toe te passen. In jouw uh, manier van aandelen waarderen. En zo zie je dus dat je eigenlijk vrij eenvoudig al een margin of safety kunt toepassen. Op het moment dat je toch al bezig bent met het maken van een waardering van een aandeel, is het vrij eenvoudig om de margin of safety al te zien. Of om hem toe te passen op twee verschillende manieren. En het laat, denk ik, ook vooral heel goed zien dat waarom je het zou moeten toepassen, waarom je dat zou willen doen. Aan de ene kant omdat jouw verwachtingen voor de toekomst nooit precies zullen uitkomen. Het zal altijd verschillen geven. En juist om dat te ondervangen, wil je die margin of safety al hebben. En we zagen net ook dat kleine verschillen in een omzet, kleine verschillen in de winstmarge ervoor zorgen voor best wel grote verschillen in de in de waardering. Dus ook dat is een reden waarom je hem juist zou willen toepassen. En natuurlijk omdat je weet dat een, een koers niet alleen gebaseerd is op het bedrijf zelf, op de intrinsieke waarde van een bedrijf, maar ook omdat er emotie in de markt zit. En dat je juist op bepaalde momenten, dat je juist wil profiteren van die emotie van andere beleggers, zodat je daar zelf... Voordeel uit kunt halen en ook meer rendementen dus kunt behalen op die manier. En ik ben dan ook wel benieuwd of jij zelf al werkt met een margin of safety of wat je denkt na het kijken van deze video. Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog zodat ik weet welke video's jullie interessant vinden. En wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.